vriend is jarig en vroeg onze vriendengroep om een feest voor hem te organiseren zonder dat hij weet hoe het eruit gaat zien. En als goede vriend zei ik, tuurlijk, gaan we regelen. Totdat er in de groepsapp een berichtje werd gestuurd door SQ. Ik weet zeker dat ik een veel beter feest kan organiseren dan Daryl. Het was überhaupt al de bedoeling om dit feest samen te organiseren, SQ. Maar goed, sinds hij het een battle wilde maken, kwam ik op een idee. Degene die in deze video het beste feest kan organiseren, mag het hele feest bepalen voor mijn vriend. Maar er is alleen één addertje onder het gras. Twee van ons krijgen 5000 euro om het beste feest ooit te organiseren en de ander krijgt maar 1 euro om dit te doen. En dat gaan we natuurlijk eerlijk bepalen met een flesje focusdrink en een potje bottle flippen. De twee die het flesje als eerste hitten krijgen 5000 euro. Ladies first. Nou Okke, volgens mij betekent dat jij als eerste. Oh. Pak hem aan voor me. Oh, yes, yes, yes. Nee. Oké. Ja! Let's go. Dit heeft echt geen kans. Die had geen kans. Ja! Yes! Buitenland, here we go! Dus het eerste wat Okke en ik besloten om met het budget te doen is om naar het buitenland te vliegen, want daar worden de beste feesten gehouden. Bro, ik heb er zoveel zin in. Ik ook, man. Dit wordt echt heel leuk. Ik heb hier zo geen zin in. Hoe moet ik een feest gaan geven van 1 euro? Ik heb geen geld. Ik heb wel vrienden. Tijd voor op. Ik heb echt geen idee hoe SQ een feest gaat geven van 1 euro. Nee, ik heb ook echt geen idee hoe hij dat gaat doen. Maar wij weten ook nog niet wat we willen doen. Dat klopt, maar wij hebben wel het geld om een feest te geven. Maar wat als we SQ gewoon opbellen en vragen wat hij gaat doen? Alleen dan doen we het gewoon 100 keer beter. Bro, dat is echt een geniaal idee. Hij neemt niet op. Tijd voor een bootfeest. Even voor de duidelijkheid. Dit zijn mensen. Dat zien jullie toch, poppetje? Ik ga mensen uitnodigen op mijn boot. En wat dan de bedoeling is, dan gaan we feesten. Ik heb altijd al een bootfeest willen houden in Ibiza. Heb ik nog nooit gehad, dus het is nu tijd dat mensen naar mijn bootfeest gaan komen. Alleen één probleem. Hoe ga je aan een boot komen van 1 euro? Yo. Yo. Hoe is het daar in Nederland? Ja, ga maar lauw doen met de zon op de achterscherm, jongen. Oh. Ik zit lekker bij het strand. Maar SQ, weet je al wat voor feest je gaat geven? Ja, zeker. Wat dan? Ik ga een bootfeest geven. Oké, we weten wat we moeten doen. We gaan een bootfeest geven. The fuck? Hij hangt gewoon op ineens. Hij gaat me sowieso nakken. Hij gaat sowieso het idee nakken. I know. Dus dit is het plan. We gaan een bootfeest geven met heel veel focusdrink. Ik herhaal, heel veel focusdrink. En misschien een klein beetje alcohol. Trouwens, één dikke shout-out naar focusdrink voor het mogelijk maken van dit plan wat ik nu ga vertellen. Want zonder focusdrink kon ik dit plan niet waarmaken. Let op. Ik let op. Als allereerst hebben we een hele luxe boot nodig van hoeveel man ongeveer? Laten we zeggen 9 tot 11 man. Correct. Dus die heb ik al gehuurd. Nogmaals, één dikke shout-out naar focusdrink. Want wil je weten hoe duur het was om deze boot te huren voor één dag? Denk rond de 800 euro. 2500 euro voor een middag. Op dat bootfeest hebben we natuurlijk een limited supply aan focusdrink. Het enige wat er nog mist en wat je niet met geld kan kopen zijn gezellige mensen en mooie vrouwen. Met dikke billen. En minderjarig. Misschien kun je mooie dames trouwens wel overkopen met geld. Zullen we het eens proberen? Is goed. Excuse me, do you want to come to my boat party today if I give you 5 euros? What? Do you want to come to my boat party today if I give you 5 euro? No? Oh. Bro, ze was niet eens mooi. Iedereen is mooi op zijn eigen manier ook. Ik heb ook een vriend die DJ is. Ik ga hem nu even opbellen en vragen of hij wil komen draaien op mijn bootfeest. Yo, ik geef vandaag een bootfeest. Heb je zin om te draaien? Ja, is cool, hè? Ik stuur het op de app. Ja, ik denk een uurtje of 4. Ja, kan ik. Dan zie ik je zo. De eerste is geregeld. Heeft hij gewoon DJ? Denk het niet. En daarnaast belde SQ ook zijn andere vrienden op om te vragen of ze zin hadden in een feestje. Hey Rinky, heb je zin in een bootfeest vandaag? Dan zie ik om 4 uur, ja? Ik stuur de locatie. Neem je zwembroek mee? Nee, ik ga onderbroek. Heb je zin in een bootfeest vandaag? Vandaag? Ja? Ja. Oké, 4 uur, ik stuur je locatie, ja? Ai, later, tot zo. Hoppa, het kan niet beter worden. SQ heeft goede vrienden om op te rekenen, terwijl wij op zoek moeten gaan naar nieuwe vrienden die willen komen. Is dat mogelijk in zo'n korte tijd? Ja. Oh, dit zijn de flyers geworden, man. Nee, ze zien er goed uit. Bro. Heb je serieus mijn hoofd op die fucking achterkant gezet? Ja, maar mooi toch? Wow. Nu gaan we juist mensen krijgen die op de bootfeest willen komen. Ja, ik denk het ook. We're giving a boat party. Boat party? Free boat party. Free boat party? Free boat party. Boat party? Free boat party today. 2 p.m. If you want to join, you're welcome. No? Mm. No? Okay. You want to come? No? What's the catch? The catch is nothing. Just for fun. No problem. Ja man, ze was wel geïnteresseerd. Ik ga gelijk deze oma hier vragen. Do you want to come to our boat party? It's free.
No? We hebben de flyers aan zoveel mogelijk mensen uitgedeeld. Dus besloten wij ergens aan te schuiven. En terwijl Okke en ik aan het wachten waren op DM's, ging Eskiel op zoek naar zijn boten om het bootfeest op te geven. Met maar 1 euro. Maak jullie geen zorgen, ik heb een plan. Ondanks dat ik maar 1 euro heb, ga ik toch 4 van deze bootjes kopen. Maar daarvoor moet ik eerst even in de min. Compleet tegen de regels van de video in. Maar goed, als je aan het einde van de video weer op 1 euro komt, zie ik het voor deze keer door de vingers. Tot zover heeft niemand mij nog een DM gestuurd en het bootfeest is er over 2 uur, Okke. Ik stress hem nu wel een beetje, man. Ja, ik ook. Wow, ik heb 2 tickets geboekt naar Blanes om straks een bootfeest te geven waar niemand komt opdagen. Dus ik heb de boot afgehuurd voor zoveel geld. Zo, ik ben aangekomen bij het meer waar ik mijn feest ga houden. Ik heb wel één probleempje. Er staat nog niks. En mijn vrienden komen al over 15 minuten, dus ik moet aan de bak. Helaas moet ik alles zelf doen. Trouwens, ik heb maar een kwartier. Ik moet nog rennen ook. En terwijl hij tegen de tijd race, wachten Okke en ik in spanning af op onze eerste DM. Wat als er niemand komt opdagen? Dan valt het hele bootfeest compleet. En dan zet SQ ons eigenlijk voor schut omdat hij met 1 euro een veel beter feest heeft gegeven. Maar goed, we hadden geen tijd meer om te wachten en moesten door met voorbereiden. Laten we even wat drip voor jou kopen. Moet wel echt? Ja. Wat de fuck is dit? Ja, hij ziet er goed uit. Bro, ik ga je echt niet inlopen. Dat ga je wel. Alleen als jij ook gaat. Oké, is goed, deal. Kan niet goed zijn, bro. Ik denk dat we dit moeten censoren. 50 euro per stuk. 50? Ja, man. En we deden ook meteen alle boodschappen voor op de boot. Okke, we zijn nu onderweg naar de boot. En jij mag raden welke boot het is. Nou ja, ik zag daar net al een man staan. Kijk, daar op die boot. En ik wist dat we hier moeten zijn. Dus ik denk dat het die mooie boot daar is. Ik hoop het ook. En of Okke gelijk heeft, gaan jullie zo zien. Eskiel zijn kwartiertje zit erop, wat betekent dat zijn vrienden elk moment kunnen komen. Welkom, dit is Eskiel's Island. En de 4 boten staan klaar. En ik heb het lekkerste drinken wat er bestaat. Focus drink Tropical. Oh, ik word gebeld. Tropical. Plus, ik heb nog waterpistolen met focus drink erin. Maar door al deze gadgets, zoals een barbo met focus drink erin, sta ik wel 146,33 euro in de min. Maar dat komt wel goed. Let maar op. Okke had gelijk. Het is inderdaad deze boot. We zijn hier nu aan het wachten op de mensen die we hebben uitgenodigd. We hebben heel veel DM's uiteindelijk gekregen van mensen die wilden komen. Maar of ze komen is de tweede vraag. We hebben nog 5 minuten voordat de schipper wilt vertrekken. En anders wordt het feest voor ons 2 en hebben we de hele vlucht voor saus geboekt. Terwijl SQ wel kon rekenen op zijn goede vrienden. Oh, daar komen ze aan. Ja! Kijk, op jou kan ik bouwen. Feest, oh, jongens, moet je wel over wat zeggen? Laten we gelijk de deur in huis vallen. Entreeprijs 50 euro. Huh? 50 euro, ben je serieus? Dat is geen club. We hebben een DJ, kijk even wat ik heb geregeld. Tik is ook goed. Ja, super tik. Oké, is goed. Eskiel's plan was dus om zijn vrienden een entreeprijs te laten betalen om zo weer op 1 euro te komen. Zelfs de DJ moest betalen om er te komen draaien. En ze hadden zelfs drank meegenomen. Maar goed, echte vrienden hebben dat voor elkaar over. Ik heb alleen 45 euro. Oké. 45 euro is ook goed. Hey, ik ga daar een leuk feestje van maken. En na de hele middag flyers uitgedeeld te hebben aan mensen, dicht DM's te hebben beantwoord en zelfs oma's hebben gevraagd om op ons bootfeest te komen, kwam niemand opdagen. Komt dit dan toch door Okke op de flyer? Maar goed, ondanks dat mag het de pret niet bederven. We hebben niet voor niets de hele dag een boot gehuurd. Nou Okke, let the party begin. Hey man, ik voel me vrij. Ik denk beter dan in Nederland daar bij Skiel is een bootparty. Hij zal het wel koud hebben. Nou boys, alles staat ready. Tijd voor een feestje. Rick, moet weer lid gaan maken. Vrienden zijn. Ik heb eigenlijk alles wat ik wil. Een DJ, mijn vrienden, drinken, focus drink. Ik heb alles. Ik had geen beter feest kunnen wensen. Proost, hè? Proost. Yes, we naar focus drink voor het sponsoren van deze video. Oké, boys. Ik denk dat het tijd is voor wat challenges. En at een focus drink ondersteboven. Nee. 3, 2, 1. Spring van het ene bootje naar de andere boot. Woehoe, Raymond! Doe de focus drink singing challenge. Dit was zeker het geld waard, moet ik zeggen. Ja,
Ja, toch wel, hè? Ik deed een beetje moeilijk om die 50 euro te geven, maar... Uiteindelijk heb ik er toch van genoten. Nou, ik denk dat het wel een geslaagd feest was. Jullie zijn al omgekleed, dat ga ik nu ook even doen. Sir, one last question before we go. What do you think of our underwear? Noemt hij het dan in Engels? You think it's nice? Nice? Nice. Hey, ik ben net klaar met editen en ik heb de beelden teruggekeken van je bootvideo. Ik moet het je toegeven, je hebt het goed gedaan. Alleen één dingetje, je kan nooit meer de regels overtreden, man. Abonneer en laat in de comments weten wie jij denkt dat het beste feest heeft gegeven.